Goede Joogleesjes is ook eens een keer mee geweest? Of? Nee, dat is familie. Sorry? Dat is familie. Kom je op de verjaardag van Julio? Nou, niet op zijn verjaardag, maar wel op vakantie. Ja, ja met regelmaat. En zingt hij dan ook altijd een moppie als jullie niet op vakantie zijn of zo? Nou, to all the boys I love before. Ja. Schipper, mag ik binnenkijken? Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Schipper, mag ik binnenkijken? Ik ben afgereisd naar het Zuid-Hollandse Oude Wetering en dat ligt aan het Braassemermeer. Nou, in mijn carrière als cameraman ben ik 18 jaar lang het land doorgecrossed. Maar op de een of andere manier ben ik hier dus nog nooit geweest. Je gelooft het niet. Nou, dat heb ik nu bij deze afgevinkt. Het Braassemermeer, het is een prachtige locatie. Ik moet zeggen, het is wel stormachtig vandaag. Ik heb flink wat wind meegenomen. Je ziet het aan de vlaggen. Dus ik hoop dat het geluid een beetje te doen is. Daar zit ik even mee, want het is één grote open vlakte hier natuurlijk. De wind komt precies zo vanaf deze kant. Maar ik heb in ieder geval weer heel veel zin in vandaag, want ik mag weer lekker binnenkijken. Nou, en wat is het verhaal? Ik ben uitgenodigd door vrienden van Arie en Caroline van Motorjacht Henriek. Je kent ze wel, die nu op pad zijn. Vrienden van hun liggen hier. Dus ze hebben eigenlijk een soort vriendenkring met, geloof ik, een drietal boten. Hartstikke gezellig natuurlijk. Raymond en Mark en hun hondje Theo, die verblijven daar aan boord. En ik mag daar dus een kijkje gaan nemen. Ze hebben mij uitgenodigd en dat vind ik natuurlijk superleuk. Nou, je hoort aan alle kanten de lijnen kraken, de wind gieren. Dus ik ga even naar ze op zoek en hopen dat ik tegen de wind in kan komen. Windy, hè? Een beetje windy inderdaad, ja. Maar dat maakt niet uit. Mag de pret niet drukken? Nee, zeker niet. Wat een mooi plekje hebben jullie. Nou, schitterend. Aan de Braassem. Braassemermeer. Braassemermeer. Ik was daar dus nog nooit geweest. Dan moet je toch eens langskomen. Schaam je, Kees. Ja, dus er is verandering in gebracht. Maar laten we denk ik binnen even verder gaan praten, want dat is voor het geluid wat beter. Lekker bakken koffie erbij. Heerlijk, bakken heerlijk. Erbij. Nou, top. Nou, daar gaan we dan. Even over het voordek. Oh, mijn pet waait bijna af. Welkom aan boord. Dankjewel. Dit is Theo. Nee, Theo die zit thuis. Dit is Theo. Oh, dit is Theo. Theo. Ja, dat wist ik al. Theo. Ja, en als je Theo heet, dan moet dat al goed zitten. Dan zit dat al goed. Speciaal naar de kapper geweest. Echt waar? Ja. Helemaal naar de trimsalon gegaan met Theo. Ja. Dat moet mijn Theo ook maar eens doen, vind ik. Precies. Ik moet ook nog een keer naar de trimsalon. Ja. Nou, dan stap ik hier aan boord. En via het achterdek zie ik hier nog een heer zitten. Hey, goedemiddag. En jij bent? Mark. Mark. Ja. Vriend van Raymond. Nou, wat een gezelligheid. En ik vind het superleuk dat ik hier mag zijn en een kijkje mag nemen aan boord. Aan boord. Normaal gesproken vraag ik altijd, schippers, mag ik binnenkijken? Ja. Maar ik ben al binnen. Wat een geklot vandaag.
dus een beetje oostenwind. Uitzonderlijk. Het is uitzonderlijk, dat heb ik weer. Al de hoop op windkracht 2. Ja. Zon. En je krijgt windkracht 7. Windkracht 6, 7. Maar goed, mag de pret niet drukken, hè? Nee, nee. Maar jullie verblijven hier aan boord. Ik verblijf hier heel vaak aan boord. Ja. Ja. Maar jij dus niet. Nee, ik niet. Nee. Nee. Maar ik ben hier wel heel vaak. Je bent hier wel. Voornamelijk in het voorjaar en in de zomer. Als het mooi weer is. Als het mooi weer is, ja. Ja. En dan blijf jij Raymond gewoon aan boord? Ja, ik blijf meestal aan boord. Ja. En als het heel erg slecht weer is, dan vlieg ik met de auto naar Rotterdam toe. Ja, naar de escape room. Ja, dat is altijd goed. Ik moet mezelf even beter houden. Ik sta al een beetje te schommelen hier. Maar waar hebben we het over? Is dit, wat voor soort schip is dit? Dit is een Van der Heijdenjacht, 15 meter en 84 breed, 26 ton. En vast stuurhuis, dat vond ik heel belangrijk, omdat ik daar natuurlijk best wel vaak op verblijf, is dat gewoon heel fijn. Het is toch een verlengstuk van je woning. En ik heb hem 2 jaar geleden gekocht. Oh, dus je hebt hem nog maar vrij recent. En er is heel veel aan opgeknapt. Ik heb zelf veel opgeknapt. En dit is eigenlijk het resultaat geworden. En daar ben ik super trots op. En dat wilde je mij laten zien. En dat wilde ik jou laten zien. Ja, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Maar is dit je eerste? Nee, zeker niet. Ik heb de tel, ben ik eigenlijk een beetje verloren. Maar ik denk over mijn hele leven is dit mijn 18e, 19e boot. Nee. En watersport is mijn passie. Ja. Ik ben aan het water geboren en aan de Kagerplassen. En toen ik 3 jaar was, keek ik al over het water heen en zag ik al die mooie boten over dat water. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik later ook. Nou, en toen begon ik met een roeibootje en toen een optimistje en toen een zeilbootje. Dus ik ben gezeild. Ja, gesurfd. En toen kwam het ondernemersgeest eraan, zeg maar. Ja. En toen ging ik een beetje handelen in bootjes. Oh, maar ben je kopen. Met een boothandelaar ook? Niet alleen in boten, maar hij handelt in alles wat los en vast. Oh, ja. Man ook. Je zou je eigen schoonmoeder nog verkopen. Nou. Niet. Blijf er maar af. Ja. Oh, dus je bent een actief mannetje om het zo te zeggen. Ja, ik ben wel actief mannetje geweest op dat gebied, zeg maar. Ja. En dat heeft eigenlijk geresulteerd dat dit er nu ligt. En daar ben ik gewoon heel trots op. Maar jullie hebben echt wel een prachtige... Je ligt gewoon aan het Braasland. Je ziet overal wat gebeuren. Ik zie daar een man tegen de golf ingaan. Ja, ja, ja. Met heel veel moeite. Dat is... vechten tegen de golven, hè? Wassende water noemen ze dat. Het wassende water. Ik loop even achter Raymond aan, maar dan komen we gelijk in de stuurhut. Want het is een vaste cockpit, hoe zeg je dat? Vast stuurhuis. Stuurhuis, ja. Ja, en heb je daar bewust voor gekozen? Daar heb ik bewust voor gekozen, omdat het toch een stuk verlengstuk is van de ruimte of van het woongenot, zeg maar. En geen tent, openslaande deuren, ja, dat is gewoon fijn. Dubbel glas, met verwarming is dat natuurlijk toch wel fijn. Ja. En ik kan het wel afsluiten hier, dat is wel in de winter, als het echt koud is, dan gaat de warmte toch omhoog. Ja, ja. En dan doe ik dat zeiltje dicht. Oh, ja. En dan hou je de warmte toch lekker binnen, zeg maar. Dit is mijn domein natuurlijk, hè. Zo, maar dat ziet er... dit is wel weer een mooi uitzicht. Als je hier zo zit, dat is wel weer het gevoel van... oppermachtig gevoel, ja, lijkt mij kapitein, zo. Een beetje kapitein, een beetje machtsgevoel is dat, hè. Je hebt je outfit er ook al helemaal op aangepast. Ja, kijk, Ankertje. Ja. Daar is mijn man dan weer goed in, hè. Ik niet. Ankeren. Kleding kopen. Oh, kleding. Maar je kan dan dus niet het buiten sturen? Nee. Raampje open. Raampje open. Maar ik vind dat niet zo heel erg. Ik vind het eigenlijk wel leuk zo. Ja, nou het is vaak wel zo als je natuurlijk een buitenbesturing hebt. Het is of te warm of te koud of het waait te hard. Het is altijd wat. Het is altijd wat. Je bent altijd met de tent bezig. Ja. En nu is het gewoon deurtje open, deurtje dicht. Raampje open, raampje dicht. En ja, ik heb al zoveel jaren gevaren in de open zon. En het was heerlijk. Ja. Sloepjes. En dit is gewoon een andere tijd, zeg maar. Ja, is weer voor nu is dit perfect. Ja, en je hebt wel de betrokkenheid met het achterdek zo. Dus dat, exact.
En met kerst en oud en nieuw hebben we leuke feestjes en een kacheltje aan achter het dek. De feestjes, daar zijn jullie wel van, hè? We zijn wel van een paar feestjes. Ik krijg af en toe eens wat foto's van Arie en Carolina dat ik denk, nou, daar had ik ook wel bij willen zijn. Nou, je bent altijd welkom. Nou, straks word ik ook helemaal in de vriendengroep opgenomen, geadopteerd. Mag altijd. Je zal wat zeggen, ja. Hoe gezelliger, hoe leuker. Maar nu we toch hier zijn, ja, we waren eigenlijk onderweg naar beneden, naar de salon, voor de koffie en het gebak. Ja, dat komt. Maar ja, we zijn hier nu toch, dus wat kan je hierover vertellen? Oh, je hebt een Simrad. Ja, nou, die gebruik ik eigenlijk niet hoor, die Simrad. Ik vaar eigenlijk gewoon waar ik denk dat ik toe moet. Ik ga niet op zee, dus ik weet de wegen hier in Nederland overal, want ik heb heel Nederland al gehad. Ja. Dus ik gebruik dat eigenlijk niet zo vaak. Maar, ik zet het aan. Maar, ja. Gewoon voor dat je denkt, het is leuk dat het hebt. Het ziet er mooi uit. Ik vind eigenlijk belangrijker dat er twee motoren in zitten. 2x200 pk, een bondschroef, hekschroef. Oké, wat voor motoren zitten erin? Volvo Penta, 200 pk per stuk, turbo diesel. Dat is wel stevig. Ja, dat is best wel stevig. En, wat is je gebruik het niet. Je verbruik? Ik denk 10 liter per uur of zo, als ik rustig vaar. En, ja. Dat doe ik ook meestal wel. Ja. Gewoon lekker toeren. Ja, als ik op vol gas, dan is het de kont onder water en veel golven, maar geen snelheid. Maar navigeren doe je dan met een appje of zo? Of, ja, met een waterkaart app van de ANWB. Perfect. Ja, ik heb hem ook. Ja. Het is eigenlijk heel laagdrempelig. Ja, tuurlijk. Iedereen je kan er iets heel ingewikkelds van maken, maar het werkt gewoon heel veel. Ja, maar wie navigeert dan? Of is dat iets? Kaptein. Jij brandt daar je handen niet aan? Nee. Je gaat lekker een boekje zitten lezen en kijken. Ik volg de instructies op van de kaptein. Ja, brughoogte is natuurlijk wel eens een uitdaging met deze boot. Het is 480 hoog. Ja, dan moet je toch wel even opletten natuurlijk. Daar kan je weinig aan veranderen. Ja. Want het is natuurlijk alles vast. Want je hebt een antenne erop en die kan je misschien wel laten. Ja, maar die zit dan weer vast. En dan moet je naar boven rennen. Dat werkt niet. Dus 480 heb ik nodig. Nou, dat doen we. De bruggen gaan gewoon lekker open. We betalen allemaal belasting. Dus prima als die bruggen allemaal open gaan, toch? En dit was allemaal zo? De cockpit? Cockpit was zo. Daar heb ik niks aan veranderd. Is ook niet nodig. Alleen een nieuwe radio. Want dat vond ik wel belangrijk dat hij het goed doet. Ja. Voor die feestjes natuurlijk. Precies, want ik zie hier de boxjes zie ik in het plafond. Maar Raymond, jij zei van ik heb toch aardig wat gedaan rondom de boot. En wat heb je dan allemaal gedaan? We hebben heel veel gedaan. Er lag rondom 10 dek op. Dat is helemaal eraf gesloopt. Zo. In eerste instantie had ik voornemens om dat zelf te doen. Ik ben begonnen bij het zwemplateau. Alleen na het pikken dacht ik, nou succes, daar stop ik mee. Is dit mijn leven? Dus heb ik een hele aardige klusman gevonden die dus uiteindelijk 100 uur bezig geweest is om dat tiekdek eraf te krijgen. Want dat vond je niet mooi? Nou, het was lek en het lag los en ja, echt tiek was het eigenlijk niet. Nee. En uiteindelijk heeft de schilder het prachtig geschilderd in anti-slipverf. Ziet er super strak uit. Het ziet er wel hartstikke strak uit. Nou, we waren nog steeds onderweg naar de koffie, maar ik loop gewoon even achter je aan. Hè? Nou. Dat maakt het dynamisch, zeggen ze dan. Of binnen in de salon. De salon. Gewoon hetzelfde gebleven. Het is mijn oniehout, denk ik. Super ruimtelijk. Ja, toch? Ja, en echt, ja, wat me opvalt als je hier staat, dat je rondom gewoon lekker overal heen kan kijken. Exact. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom je op dit jacht viel. Exact. Ruimte, licht. Als je hier zit, kun je lekker naar buiten kijken. Ja. Dat is vaak bij schepen niet zo, dat je te diep zit. Klopt. Dan zit je, als je nieuwsgierig bent, ik ben heel nieuwsgierig. Exact. Dan zit je de hele dag zo. Ja, en dan hier de dinette. Die dinette. Exact, ja. Heerlijk dineren met 4 man, kan perfect. Maar goed, keukentje. Elektrisch koken zie ik. Elektrische inductie. En een vaatwassertje vond ik wel heel belangrijk. Oh, ja. Want ja, we worden toch wat luxer.
En een lekkere vrieskast en een koelkast en een oven. Dus ja, eigenlijk heb je alles aan boord wat je nodig hebt. Ja, wat je in een huis ook zou hebben. Ja, het is eigenlijk geen verschil meer. Het is gewoon een drijvend appartement. Ja. We hebben hier de vloerbedekking eruit gehaald. We hebben nieuwe vloerbedekking erin gelegd. Nieuwe gordijnen hebben we erin gehangen. Dus dan is het gelijk ook weer een eigen draai eraan gegeven. En ook meer dat het van jezelf dan is, ook is. Dus dat is wel heel lekker, ja. Heb jij dat bedacht? De kleurstellingen? Ja, de kleurstellingen heb ik bedacht, ja. Ja. Daar, wel een goedkeuring van Remel, maar die is niet zo moeilijk op dat gebied. Nee? Ja, het is wel snel gauw goed, ja. Twee fotootjes. Ja, dat zijn hele dierbare mensjes uit mijn leven. Links is mijn moeder, rechts is mijn tante. Eigenlijk zijn dus twee zussen van elkaar. Alle twee helaas overleden. Mijn moeder in 2003, toen was ze 57, 58 moet ik zeggen. Maar goed, iedereen maakt het mee in zijn leven. Maar ze zit altijd in mijn hart en mijn tante, identito. Weet je, mijn second mom. Ja, mooi. En die is 2 jaar geleden overleden. Dus die varen altijd gezellig mee. Dit is Theo's plekje, die ligt er altijd. Ja. In het hart van het schip. Daar zijn ze. Daar lust je wel wat van, toch? Ja, heerlijk. Maar eten jullie veel gebak? Nee, zeker niet, want anders dan ben ik ook een keer tonnetje rond. Ja, dan kan je hier als stoot wil gaan fungeren. Dat, uiteraard, dat wil ik helemaal niet. Nee. Dus je moet een beetje opgelet naarmate je iets geconserveerder wordt. Maar het is een feestelijk moment vandaag. Exact, dus aardbeidjes. Net seizoen begonnen, aardbeiengebak. Dus die gaan we zo lekker proberen met een lekker bakje koffie erbij. Heerlijk, ik ga er gewoon even bij zitten. Eens even kijken hoe jij dat allemaal doet. Ik ben niet zo handig hoor. Nee? Nee. Ik ook niet. Ik sta er niet onbekend. Meestal doet Mark dit namelijk. Oké, dan ga ik dat extra in de gaten houden, want dan gaat er vast iets mis. Maar je bent ook van het koken? Zeker weten. En lekker losse pot, spaghetti, heerlijk om te koken. Asperges eten we vanavond. Met benam en saus erbij. Heerlijk Hollandaise sausje. Precies. Ja. Maar goed, een heerlijke andijvenstampot met een lekkere bal gehakt is ook lekker natuurlijk. Ja. Dus ja hoor, ik koop graag. Een lekker bakkie. Lekker bakkie. En dat schilderijtje hier aan de muur? Ja, dat is een van mijn vorige boten. Dat is een Noorse spitsgatter. En een Yoda, 72 Twin Cap. En die heb ik 4 jaar gehad. En dan ben ik... Dat schilderij hangt er eigenlijk omdat ik daar dan met mijn moeder mee op vakantie ben geweest in 2003. Oh, samen? Met mijn vader en mijn ex-partner. Nee. En die boot was heel dierbaar voor mij, want 3 maanden later, toen we op vakantie zijn gegaan met die boot, is ze uiteindelijk overleden. Oké. Okay. Dus ja, dat heeft wel een stukje waarde voor mij. Ja, mooie herinnering. Ja, en als het hier zo hangt, dan word je daar iedere dag aan herinnerd. Wil je een schelp of wil je een aardbeiengebakje met harde wenenbodem? Harde wenen, ik heb nog de keuze. Doe maar de schelp. Ja. De schelp? Ja, dat lekker. Heerlijk. Ja. Hey, wat is jullie favoriete plekje hier aan boord? Wil je dat echt weten? Ja. Mijn favoriete plek is eigenlijk hier de zithoek. 'S Avonds lekker tv kijken. Iedereen in een hoek, beentjes op de bank, gin tonic erbij. Patonfontjes aan. Patonfontjes. Nou, en dan is het helemaal klaar. Want wat voor verwarming hebben jullie hier aan boord? Raymond, geen hete luchtkacht. Even de hulplijn. De hulplijn, ja. Een maritiem booster. Oh ja. Ja, met radiatoren door het gehele schip heen. Ik heb wel 3 radiatoren bij laten plaatsen van de winter. Zodat het nog behagelijker is en sneller warm. En dat werkt perfect. En die zat er al in? Of dat hebben jullie... De radiatoren heb ik van de winter bij laten plaatsen. Maar de cv-ketel, die zat er al in. Ja, dat is toch wel heel fijn, hè? Zeker als je permanent recreëert, is dat wel een... jij zegt het heel goed, ja. Nou, het gebakje en de koffie zitten erin. En dat was heerlijk. En we gaan verder met de rondleiding. Raymond, laat jij maar eens even de rest zien. Nou, dan gaan we naar de gastenhut voorin. Ja. 2 slaapplaatsen. Of voor kinderen mag ook. Of schoonouders, die gaan wel eens mee. Of mijn pa. Ja. Mijn zus en zwager, nou, die liggen dan heerlijk luxe in het voorpiekje. Goede Joogleesjes, is ook eens een keer mee geweest? Of? Nee, dat is familie. Sorry? Dat is familie. Goede Joogleesjes is van jou? Die is getrouwd met mijn nicht. Echt waar? Ja!
Dus vandaar dat hij daar staat. Ik weet niet wat ik hoor. Zijn Julio en jij ook de Matties? Nou, Matties, ik ken hem, ja. Ja? Zeker. Kom je op de verjaardag van Julio? Nou, niet op zijn verjaardag, maar wel op vakantie. Ja? Ja, ja, met regelmaat. Ja, mijn nichtje Miranda, ja, die was fotomodel vroeger. Ja, want hij is inderdaad een Nederlandse vrouw, ja, dat klopt. Weet ik. En sinds 1990 al, hoor. Dus eigenlijk gaan ze al 32 jaar met elkaar. Ja, dat is een gezond huwelijk. Dus concerten, nou ja, een leuke reisje meegemaakt, naar zijn huizen geweest. Ja, echt heel leuk. Leuke man en een ras top zanger. Dus ik ben ook een beetje fan, een beetje behoorlijk toch wel. Dus vandaar de oude plaat. En zingt hij dan ook altijd een moppie als jullie niet op vakantie zijn of zo? Nou, to all the boys I loved before. Ja. Ik weet niet wat ik hoor, ik vind het zo'n leuk verhaal. Ik wist het echt serieus en dat is het leuke aan wat ik doe, dat ik verhalen hoor en spontane dingen. Ja. Maar Julio Iglesias en Enrique, dat is dan zijn zoon? Dat is zijn zoon, ja, en die ken ik niet. Die ken je niet? Nee, dat generatie verder, hè. Heeft Julio ook in deze... Nee, dat is te klein, hè. Ja, dat zal toch wat zijn? Dat hij hier die plaat heeft achtergelaten, of het is het een plaat, hoezo? Ja, een plaat. Ja, ja. Dat is gewoon een beetje... Nou, en in de gasten natuurlijk een eigen badkamer. Tenminste, het toilet in ieder geval. Wastafeltje erbij. Dus laat maar komen, die gasten. Julio, kom maar op. En dan loop ik achter jou aan, Raymond. Hey, daar is Theo weer. Oeh, dat is een schatje. Het is wel echt een schatje. Ja, lief. Super rustig is die. Eens kijken. Nou, dan gaan we hier naar. De derde slaapkamer en dat is bij mij eigenlijk mijn schuur en washok. Wasmachine, wasdroger en een beetje rommel, zeg maar. Die heb je wel nodig op een boot, een schuur. Ja, en handig. Deurtje dicht en je gouden ziet deur weer dicht. Ja. En klaar. Nou, hier is eigenlijk het... En hier links dan? Nou, dit is de meterkast. Oh ja. Nou, het is niet zo bijzonder. Nee, maar het is wel handig dat het zo mooi... Ja, voor het walstromen en dergelijke apparatuurtjes. En dan lopen we verder naar het achterschip. En dan vinden we hier de kapitein zit, hè? Of de master bedroom. Lekker ruim. Ja, het klotst. En het klotst. Ja, nou ja, niet door de golven, zeg maar. En de badkamer met douche. Dat ziet er heel chic uit. Ja, toch? En toilet. Ruim ook, echt heel groot. Lekker ruim. Lekker, lekker warm hier. Ja, die heb ik van de winter bij laten plaatsen. En binnen 10 minuten is het heerlijk warm aan boord. En ik hou niet van kou, dus opstoken die verwarming. Gaat wel een beetje diesel doorheen. Ja, ja. Daar hebben alle watersporters een beetje last van. Ja, want hoeveel liter gaat er in de savanne? 1000 liter en op jaarbasis 3500 liter diesel verbruik ik. En daar zit ook het varen natuurlijk door bij. Maar goed, 3.500 liter is 7.000 euro tegenwoordig. Ja, dat is nu wel een beetje prijzig. Maar goed, that's life. Maar daar krijg je ook weer wat voor terug. Vrijheid. Het gaat flink te keren vandaag. Het gaat echt flink te keren. Dat is niet normaal, joh. Zelfs op deze boot. Ja. 26 of 28 ton, maar... Maar jullie zeiden net van, dit hebben we ook nog niet zo heel vaak meegemaakt. Nee. Dat wij hier liggen, dat het zo tekeer gaat. Nee, ik hou van mooi weer. Dus ik wind en herrie, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Nee. Touwen hoor je ook knisperen. Dat is het, hè, op een boot. Dat je altijd wat hoort. Er is altijd wel wat aan de hand. Ja, het is dynamische omgeving. Ja. Dynamisch, spannend, maar wel gezellig. Ja. En dan wil ik natuurlijk ook de motor nog even zien. Aha, de motoren. Hè? De motoren. Je hebt er natuurlijk twee. Ik heb er twee keer 200 pk Volvo Penta. Oh, dit is je entree naar de motorruimte. Twee, ja. Aan de linkerkant cv-ketel en accupakket links van de motor. En aan de rechterkant de tweede motor.
En daarachter de generator. Oh ja, ik zie hem, een flinke generator. Een hele zware generator. Ja, je kan er goed bij, zeg maar, bij de motoren. Alleen ik kom er liever niet. Het is niet jouw favoriete plek? Nee, zeker niet. Dat ik liever start en ga natuurlijk, hè. Echt technisch ben je niet? Nee, helemaal niet. Laat mij maar verkopen of kopen. We zijn weer in de salon en ik ben wel benieuwd, hebben jullie al plannen voor... voor dit vaarseizoen. Dit vaarseizoen. Of naar Zeeland lijkt ons wel weer leuk. Of toch weer richting Friesland. Vonden we ook wel heel leuk, 2 jaar geleden. Ja. 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 Nou ja, dus de plannen moeten nog een beetje gesmeed worden. Ja. Die gaan we nog even smeden. En Amsterdam is ook altijd leuke. En omgeving Volendam. Dus ja, Mark gaat ook heel graag winkelen in Bataviastad. Oh. Dus die doen we ook wel eens aan. En dan kan je gewoon netjes je bootje parkeren natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus dan combineren we het ene leuke met het andere. Met volle tassen ga je dan terug naar de savanne. Ja. Nee, mijn kasten zitten vol, Kees. Ja. Mark koopt graag kleding. Ik eigenlijk niet, maar het is klaar nu. Het is vol. Ja, vol is vol. Vol is vol. Ja. Ik heb zo het hele jacht gezien, volgens mij. We zijn rond. We zijn rond, hè? En dan is het gebruik dat ik iedereen die meedoet aan Schipper mag ik binnenkijken. Dat ik die een puntvlaggetje van de volgende bestemming geef. Oh, wat leuk. Nou, en heel toevallig ligt die hier naast mij. Wauw. Ja, nou, ik hoop dat jullie hem op willen hangen. En die gaat op de boeg. Ja? Ja, zeker. Nou. Ga ik gelijk doen. Er is wind genoeg vandaag. Nou heren, ik vond het superleuk om bij jullie te gast te zijn hier aan boord van de Savanne. Dankjewel en hartstikke leuk dat je bent geweest, Kees. En ik hoop dat jullie een mooi vaarseizoen krijgen. En wat in wat rustiger vaarwater terechtkomen dan waar we vandaag in zitten. Vind jij het ook leuk als ik bij jou aan boord een kijkje kom nemen? Stuur even een e-mailtje naar info@devolgendebestemming.nl. En misschien staat Keesje dan binnenkort wel bij jou aan boord. Nou, like de video ook eventjes. En abonneer nog op het kanaal van De Volgende Bestemming. Dat hadden jullie al gedaan, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja, zeker, zeker. En dan sluit ik af hier vanaf de savanne. En dan zeg ik, zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot de volgende bestemming. Hey! Ciao! Hoi!